Vandaag gaan deze 9 verschillende kijkers 9 verschillende lifehacks bouwen. Ze krijgen 1 uur de tijd om deze lifehacks te bouwen en daarna zou ik ze moeten testen. We gaan voor 5000 likes. Oké, jongens, welkom op mijn prachtige, wat is het, servertje hier. Allemaal eilandjes zijn er gecreëerd voor jullie. Ik zie dat Rick er is, ik zie dat Bram er is, ik zie dat ik er ben, maar daar rood. René is er, er zijn zoveel gezellige mensen in deze groep hier, maar die zijn niet waardig om te benoemen, Julian. Jongens, weten jullie wat we gaan doen vandaag? Wat een enthousiasme. Wat een enthousiasme. Bouwen. Wat ga je bouwen, Rick? Een lifehack. Lifehacks, buildhacks, glitches, alles waardoor jullie mijn mind kunnen laten ontploffen van wow, ik wist niet dat dit in Minecraft bestond, dat je dit kon doen. Jullie moeten het allemaal gaan bouwen, ik geef jullie een uurtje de tijd, na een uurtje kom ik terug, ga ik jullie beoordelen, de beste wint en die wint. Wat ga ik jullie geven? Die wint wat heel cool is, maar dat is nog een verrassing, dat moet ik nog even bedenken, oké? Okay? Auto. Die wint een auto. Oké, jongens, veel plezier. Jullie krijgen een uur de tijd. En dan beginnen we met Rick daarna. Tot zo. Zo, Rick, we staan hier bij jouw prachtige huisje. Ik moet zeggen, het ziet er wel al leuk uit. Daar ben ik al heel blij mee, dat het er echt al leuk uitziet. Ja, dankjewel, dankjewel. Ja, welkom, zou ik zeggen. Ja, wat is dit? Dit is een huis. Mag ik zelf op avontuur of moet jij een uitleg geven? Ik ga jou natuurlijk een prachtige uitleg geven. Ja, je gaat me een rondleiding geven. Ja, dit zeker, is je huisje. Ja, dit is mijn vakantiehuisje. Ik woon natuurlijk in een unit van een villa. Maar dit is mijn prachtige vakantiewoning. Het ziet er goed uit. Leuk, gezellig. Ik zou je mee naar binnen nemen. Kijk, mooie dubbele deuren natuurlijk. Ah, dat is de lifehack? Nee. Kijk, okay. We komen hier bij de eerste 2 lifehacks. Huh? Wat? Kijk, ik heb een prachtige oven. Wow, dit is cool. Dit is gewoon echt een... wow, dit is gewoon zo'n fornuisje erop. Ja, dat is mooi, hè? Er zit ook vuur bij. Dit is echt heel cool. Ik ben echt verrast. Ja, ik ben oprecht verrast. Kijk, en dan heb ik hier ook gelijk de tweede live. Ja? Normaal denk je van, hey, ik heb een kale muur, dat is lelijk. Ja. Wat ik nu heb gedaan, want als je glas losplaatst, kijk, dan zijn het van die lelijke, lelijke dingetjes. Dus nu met trapdoors er tegenaan. Ah, dat maakt het gewoon een uitstekend raampje, soort vensterbankje ook gelijk in het raampje. Ja. Ah, en dit zijn je kastjes, dit zijn laadjes, zeker? Ja, zeker weten, zeker Dit is je oven. Dit ziet er zo cool uit, die oven. Ja, dit is mooi, ja. Die ziet er echt cool uit, oprecht. Heel leuk. Dan komen we naar de tweede... Nee, de derde lifehack. Ja? De derde. Als jij licht in je huis wil, maar... Ja? Ik denk van, hey, ik heb er geen plek voor of ik vind het niet mooi. Hey, trouwens, er is inderdaad geen lampje hier, maar ik zie wel licht. Hoe kan dat? Oh, je verstopt onder je tapijt. Ah, ja, die ken ik wel. Daar doe ik meestal glowblokken onder, maar dit een lantern kan ook, weet je? Ja, ik kan dat kan alles. Ook. Kijk, dan komen we aan bij lifehack nummer 4. Lifehack nummer 4. Brand zijn hoofd in een glas. In een pot. Ja, in dus, een pot. In een pot. In een pot, oké. Okay. Dus stel nou, je hebt een dierbare Minecraft vriend en hij is al jaren niet online geweest. Oh, dan kan je hem hier in een hoofd doen. Thing, bijvoorbeeld, hè. Ja. Dan zou je hem eventueel dus gewoon als gedachte in een... Herinnering. In een hij is er als herinnering nog. Als herinnering. Ja, leuk lifehack. Ja. Nou, dan komen we aan bij de prachtige bank met... Dit zijn kussentjes. Ja. Ah, ja, die ken ik ook al. Wel heel leuk. Dit blijft een leuke lifehack dat je als banners er zo tussen doet, waardoor het op kussentjes lijkt. Ja. Nou, dat vind ik leuk, Rick. Dan denk je, oh ja, het is best wel een klein huis, weet je. Dan moet je hier nog een trap, dan ben je al je halve huis kwijt. Ja, maar dit is gewoon een ladder op, dat is niet echt een lifehack, vind ik. Dit is een lifehack. Nee, dit zijn gewoon ladders op trapdoors. Want normaal doe jij ladders hier tegen de zijkant van je muur. Maar dat is niet mooi. Maar wat nou als ik dit doe? Oké, maar wat is boven? Wat is er boven? Daar zijn ook lifehacks? Boven is hier een mooie slaapkamer. Ja, maar geen lifehacks. Dit is een prachtige lifehack. Wat dan? Je hebt hier hartstikke mooie lecterns en normaal... Kijk, zijn die zo? Ja. Boom. Nou, dat vind ik stom. Maar de rest beneden vind ik leuk. Vooral je fornuis vind ik echt heel cool. Ja, dat vind mooi, ik echt een hele leuke lifehack. Of bouwhack. Het is nog niet alles. Het is nog niet klaar. Nee. Kijk. Oké. Hier, deze prachtige compost. Kan je gebruiken als begin van een mooi kunstboom. Dat ziet er mooi uit. Alsof je in zo'n bakkie staat. Gewoon. Precies. Oh, alsof je in een grote pot staat. Ik snap hem. Ja. Kijk. Leuk. En dan komen we hier, Ja. Want je wil natuurlijk ook privacy hebben bij jouw huisje. Mm-hmm. Een heg, maar het is niet zomaar een heg. Normaal heb je 2. Dit is oprecht heel cool. Dit is een mos boompje, hoe heet zo? Een azalea boompje. Op een mosblok met daarop nog carpet, moscarpet. Ja, zodat je een beetje verschil hebt in hoogte. Ja, leuk Rick. Leuke. Nee, dit ga ik in Cold Veen gebruiken. Leuke heg. Kijk, en dan komen we hier binnen. Kijk, mooi padje natuurlijk. Ja, pad natuurlijk. Kijk, ik wil dus gewoon een leuke poort om naar binnen te komen.
Oh, dit is zo'n arch. Dat ziet er echt cool uit. Ja, een arch. Van die waterlelies. Jee, maar wat veel life hacks heb jij. Jij had geen life hacks meer voor de andere oven. Nee, precies, precies. En dan hebben wij hier de laatste life hack. Een prachtige, een prachtige zwemband in je zwembad. Wat is het ronde? Oh, dat is de band. Ja, en dit zwembad. Is een luchtbed. Dit is een luchtbed. Oh. Dit is als jij een zwembad gaat bouwen. Is ja, oké, okay, het is wel leuk. Het is wel leuk. Het is wel heel leuk. Er zit ook nog een kikker volgens mij. Maar... Oh, ik hoor een kikker de hele tijd. Ah, oh, hij zit hier achter. Waarom zit hier de kikker? Ja, dit is Hendrikje. Dat is mijn. Oké. Oh ja, nee, ik vind het leuke life hacks, moet ik zeggen. Het ziet er leuk uit. Leuk verhaal dat het gewoon jouw huisje is. De heg vind ik oprecht heel leuk. Daar heb ik nooit over nagedacht dat je dat op die manier kan doen. Maar dit is echt een leuke heg. En nog steeds gewoon... Dit vind ik trouwens ook leuk. Maar vooral je fornuis vind ik echt gewoon heel cool. Dit is een minecart met een hopper. Ja, met een iron trapdoor. Ja, en daaronder een campfire. Met daar een, het is helemaal geweldig. Ik vind het leuk. Dankjewel, Max. Ik vind het leuk. Nou, Rick, weet je, je krijgt nog geen cijfer. Maar je staat tot nu toe wel op plek 1. Omdat het gewoon, jij bent de eerste. Oké. Okay. Nou, dan gaan wij door naar de volgende life hacks. Oké, Brom. We zijn hier in jouw steen. Ik moet zeggen, die van Rick zag er leuker uit van een afstandje. Kijk. Het lifehack gedeelte heb ik letterlijk serieus genomen. Rick heeft zich misschien primitief neergesteld als stom meubilair. Nee. Maar je weet, bij mij pakken we altijd groot uit. Oké. En je wilt altijd groot zijn, Max. Ja. Je wilt altijd op iedereen neerkijken. Nou joh, oké, wat is dit? Waar zijn we? Lees maar de bordjes. Welkom bij de eerste walnoot op de maan. De walnoot mag plaatsnemen in de cockpit. De rest mag plaatsnemen op de tribune. Volg de rode loper. Moet de rest hier ook heen? Nee. Oké, dus maar hij is dicht. Dat klopt, omdat ik nog niet klaar was met mijn introductie. Sorry. Wat weet jij dat er allemaal op de maan is geweest? Een aap. Een marsmannetje, een karretje en een vlag. De vlag. Precies. Ja. Maar wat is er nog nooit op de maan geweest? Een walnoot. Een walnoot. En wie gaat er vandaag naar de maan toe? Een walnoot! Precies, okay. Een walnoot naar de maan. Maar hoe? Dus ik heb een silo gebouwd. Oké. Voor jouw ticket naar de maan toe. Mijn ticket naar de maan. Nou, ik ben benieuwd. Wat is dit? Oh mijn god, het is een raket. Het is een raket. Je wist niet dat je dit kon bouwen. Je kan het natuurlijk niet meer bouwen. Het is een raket gemaakt. Oké, waar moet ik in de cockpit plaatsnemen? Precies. Oké, en dat is waar... waar ga jij heen? Ik ga wat veiligheidsmaatregelen treffen. Hoe kom ik daar? Oh, ik mag zitten ook echt. Ja, precies. Ik zit. Oké. Nou, zie je dit? Wat heb ik hier in mijn hand? Beans en een hoofd. Precies. Het is jouw taak. Oh, dit is mijn vlag. En dit is je nootje. Dit is mijn nootje. Oh, dan kan ik meer walnootjes planten. Bram, ik ben er klaar voor. Je bent er klaar voor. Ik heb mijn boontjes om mijn walnoten voor te planten en ik heb jouw hoofd als vlag, oké? Heel erg goed. Maar de zon die staat daar, dus ga je me niet naar de zon sturen. Dus even wachten. Ik ga even bidden. Zo. Oh, maar wacht. Je hebt het nog steeds niet goed gedaan. Ik heb het wel goed gedaan. Oké. De veiligheidsmaatregelen zijn getroffen. Klik op die knop. Ik kom naar de maan. Tel maar af, Max. 3, 2, 1. Dat ging lekker snel. Wow! Hij werkt niet, Bram! De raket werkt niet! Je raket werkt niet! Bram, ik ben klaar. We gaan nog een keer proberen. Alleen je hebt je raket lelijk gemaakt. Maakt niet uit. Het geeft niks. Ik ga wel op je hoofd. Ja? Oh. Dit ga je doen, hè? Ja? Oké. 3. 3. 2. 1. Het werkt. Weet je? We gaan naar de volgende lifehack en we komen nog later een keer bij Bram terug. Alright, we staan hier nu in het prachtige landje van Creeper. Wat heb jij gemaakt? Waar zijn we? Waar ben je beland? Ik was geïnspireerd door het verhaal van de luie boer. De luie boer? Dit is de luie boer? Dit is de luie boer. Dit is de luie boer, oké. De luie boer was lui. Die was lui? Ja, dus hij probeerde zoveel mogelijk automatisatie in zijn landje te brengen. Oké. Dus hier heb je suiker. Een automatische sugarcane farm. Ja, hij is juist gelegd. Hij is juist gelegd. Oh, er zit dus niks in. Werkt hij wel? Hij werkt wel. Oké, en dit is gemaakt door de luie boer. Dus dit is jouw lifehack, maar het is meer een farm. Ja, op zich, het is ook wel een lifehack, want daardoor hoef jij niet meer je sugarcane te farmen, weet je. Dus het is gewoon een automatische sugarcane farm. Ja. En hier heb je een automatische melon farm. Automatische melon farm, dat is ook voor de luie boer. Hey, deze is helemaal gevuld, deze. Ah, kijk eens aan.
top. Dus de luie boer die hoeft nu gewoon nooit meer om te kijken naast melons en naast de sugarcane. Ja. En daardoor is hij luie boer. Je hebt het hele mooie huisje. De luie boer heeft zelf gebouwd, oké. Okay. Dus okay. Hij was een beetje lui om te bouwen. Mm-hmm. En waar zijn we beland? Oké. Okay. Een bedje, een kistje, een furnace en een... Oké, okay, dat is gewoon zijn huisje. En je hebt zo'n... Een... Oh, waar zijn storage? We gaan heen? Zijn storage, wat is dit? De luienboer heeft alleen meloenen en suiker, want hij denkt dat je in het leven toch alleen maar iets moet kunnen eten en iets moet kunnen snuiven. Wat? Oké. Okay. Ja, en dit is zijn storage. Ja. Dit is gewoon zijn storage. Ja. Oh, hier heeft hij alleen maar meloenen en hier heeft hij alleen maar suiker. Kijk waar hij suiker van kan maken. Ja. Oké, okay, en dan abonneer op Walnut. Nou, dat vind ik tenminste wel heel leuk. Ja, waar gaat het heen? Hij had te veel, hier had hij wel zin in om dit te schrijven. Ah, kijk en dan komen we hieruit. Dus jouw lifehacks zijn voornamelijk gewoon lekkere automatische farms. Wat inderdaad ook wel lifehacks zijn, moet ik wel toegeven. Dat zijn inderdaad echt lifehacks. Hij van een simpel huisje. Ja, hij was een beetje te lui voor het design. Ja, maar dat past wel bij zijn dingen, weet je. Bij zijn hele act van luie boer zijn. Ja. Nee, ik vind het leuk. Kijk, ik weet niet eens hoe je een automatisch ding maakt. Maar als ik hem zo ziet, ziet het er eigenlijk best wel simpel uit. Ik kan hem wel even het glas slopen. Ja, het hoeft niet helemaal groot. Oh, hij heeft hem getriggerd. Oh, kijk, als hij dan bij die dingen komt dan... Oh, cool. Nee, leuk. Leuk gemaakt. Leuke dingen. We gaan nog geen cijfers eraan geven. Dat gaan jullie pas aan het einde van de video wie waar eindigt. Maar ik vond het leuk gemaakt, Riepen. Ja. Ziet er goed uit. Behalve thuis. Dan moet jij hem voor de schuld geven. Nee, dat klopt. Oké. Nou, dan gaan we door naar de volgende lifehacks. Julian, ik welkom mijzelf in jouw territorium. Waar zijn we? Ik zie koeien. Ik zie een grote waterding. Er vliegt daar iets en er is sneeuw. Ja, klopt. Dit is... Lifehack Park. Lifehack Park is dit? Ja, hier leer je allemaal dingen over Minecraft die je eerder nog niet wist. Oh, oké, interessant. Dit is gewoon een soort lesje die je krijgt. Ja, ik had eerst gewoon een heel museum gemaakt, maar dat was uiteindelijk niet mooi. Dus het is buiten gewoon, het is openluchtmuseum. Ja, openlucht. Oké. Laten we gewoon gelijk beginnen. Kijk, je kan natuurlijk crawlen in Minecraft door. Ja, je kan onder één blok terechtkomen, dat weet ik. Ja, inderdaad. Maar ja. Wist je ook dat je nog veel verder komt? Kan je hieronder? Dus als je hier pas je toch niet onder? Zo. Ja? Eronder gaat als ik staan. Zo doe? Ja, en dan hem terug dichtklappen. Ja, wacht. En dan, wacht, ik laat het zien. Ja. Zo. Dan... Oh. Ja, zo. Oh, dan moet je springen. Ja. En dan kan je zo ver. Wat? Je kan daaronder? Dus dan kan je een blaze kan je hier helemaal maken. Wat? Ik wist niet dat je tot zo krap kon. Ja. Ik dacht dat je zeg maar alleen maximaal één blok en dat het dan op je... Maar wacht, dit wil ik ook doen. Door het gebruik van normal snow. Ja, het kost even oefenen. Dit is wel een moeilijke lifehack. Ja. Ja, oké, okay, dan ben ik... En dan kan je helemaal verder. Wow, dit is cool, gast. Ik wist niet dat je zo krap kon. En ik kan zelfs nog een beetje springen. Je kan een blaze bouwen en zo. Kan hij niet nog krapper? Nee, hij kan niet nog krapper. Hij kan niet nog krapper. Tegenaan. Ah, maar dit is cool. Dit vind ik echt heel cool. Ja, dit vind ik oprecht heel cool. Je kan ook gewoon weer terug. Dan kan je secret base ingang maken. Ja. Damn. Al is het niet heel secret omdat je gewoon een duidelijke trapdoor daar hebt. Nee, oké, maar dan kan je de trapdoor verstoppen. Oké. Ah, oké, dat is prima. Nou, dan komen we aan bij het farm gedeelte. Ja. Je hebt hier leuke koetjes en je hebt leuke winnie. Koetjes. Uh-huh. En je wist natuurlijk normale fences, maar die zijn niet zo mooi. Nee, vensters zijn niet altijd wat je wil. In plaats daarvan kan je gewoon Azalea gebruiken. Azalea? Want daar kan jij wel overheen springen, maar zij niet. Kunnen ze... Huh? Dus als zij kunnen niet over Azalea springen. Wil lokken met het weed, dat kan niet. Wat? Dat is echt een oprechte lifehack. Maar als ik dan bewijzen van één blokje erin zou bouwen hier, dan kunnen ze er wel gewoon uit weer. Ja. Maar kijk, bij trapdoors wist ik dat al, zoals dit. Ja. Dat heb ik zelf ook wel vaak gebruikt in mijn survivals. En maar die kunnen open. En dat is wel een goeie. Plaats, kan deze zo eruit. En als maar nu kan hij er wel in, toch? Ja, dan kan hij er wel in. Wat? Hij kan er wel inspringen, maar niet uitspringen. Hij kan dat er is niet zo raar. Uitspringen, ja. Dat is zo raar. Ik weet niet hoe dat is, zeg maar met die manier hoe je het plaatst. Of zo. Ik weet niet hoe het werkt, maar het is heel cool. Maar dit wist ik niet. Ik wist niet dat het ook met die Azalea-boompjes zo was. Dan kan je mooie gebieden maken. Ermee. Ik ben gelifehacked. Ik wist het niet. En deze ook niet. Dus ik ben al twee keer gelifehacked. Dat is mooi, dat is mooi. Oké, wat heb je nog meer in petto? Nou, ik weet niet of je deze kent, maar dit is een Enderpearl Stasis Chamber. Dit wordt gebruikt vooral... Mag ik proberen te gokken? Ja, zeker. Kijk, proberen. Je pakt je Enderpearl, dan ga je er rechtboven staan, gooi hem naar beneden. Zo, en dan, als het goed is, kijk, dan blijft hij drijven. En op het moment dat ik nu ergens gewoon hierheen ga, en jij klikt hem voor me dicht... Boom, dan ben ik ineens hier. Ja, die wist ik, die is cool. Maar het is een hele goede life voor de mensen thuis die dat nog niet wisten. Dat is gewoon best wel een lifehack dingetje die je met een vriend kan doen. Je kan hem niet alleen doen, want dan werkt het natuurlijk niet. Want dan nee, je heb kan je hem wel die, alleen doen als je hem aan een daylight detector maakt.
Ah, dus met dat het nacht wordt, dat hij dan dichtklapt. En dan ja, dat met kan. Zo'n iron trapdoor. Hele leuke lifehack dit gewoon. Dat je gewoon weg kan lopen en op het moment dat je graag naar huis wil, dan kan je gewoon tegen je vriend zeggen, hey, kan jij die trapdoor even dichtgooien en poep, dan ben je in één keer weer thuis, weet je. Heel chill. Ja, nou, leuk. Dan komen we bij de volgende. Daar is bij de natuurlijk goeie. In de event 17 of event 18 is powdered snow. Ik weet het, voor de meesten is het heel irritant. Maar ja. Voor sommige lifehacks is het wel heel erg cool. Want je kan natuurlijk met leather boots kan je op powdered snow staan. Dus als je die aandoet en je hebt de powdered snow in je hand, kan je die plaatsen. En dan met de ander... Maar ik kan er niet, ik kan er doorheen lopen, maar jij kan erop staan. Ja. Maar als jij heel veel dat doet, want jij zit in survival. Maar ik heb die dingen niet. Ik heb het zojuist gedropt, maar blijkbaar ziet hij het niet. Zo. Oké, dus dit moet... Pakt, ja? En dan kan je hier de twee stekken. Oké. En dan kan je zo die onderste weer... Oh, niet... Zo? En dan kan je die onderste weer pakken. Kan je die onderste weer pakken, maar dan... Oh, je kan niet shiften. Ja, en dan springt. Dus nu kan ik gewoon oneindig... Oneindig omhoog. Wat? Zo kan je oneindig omhoog? Wow. Je springt wel tegen die wolk aan. Dit vind ik oprecht heel cool. Moet ik op de wolk komen? Ja, je mag zo hoog als je wil. Ik had geen tijd om het wolkengebied te bouwen. Wat? Dit is oprecht heel cool. Dit is serieus, dit wist ik niet. Dan kan je gewoon letterlijk met twee buckets en leather boots kan je gewoon zo hoog als je wil. Ja, en dan laat je niet zo'n lelijke toren achter. Dat vind ik vooral denk ik heel cool. Maar als ik nou shift, dan kan ik ook MLG'en. Ja. Ja. Wat? Ik ga dit vaak gebruiken. Powdered snow, standaard een paar leather boots bij je in survival. En je bent altijd goed, jongens. Je zit altijd goed. Dit vond ik oprecht heel cool. Ik ben weer gelifehacked. Oké, wat heb je nog meer? Gaan we hier helemaal omhoog. Gaan we hier helemaal omhoog. Ja, dit kennen we al natuurlijk, een waterlift. In het gebied van snow natuurlijk. Ja. En we hebben daar snow gebruikt, we hebben daar snow gebruikt. En hier gaat ook snow gebruikt worden. Oké. Daaronder zie je een carpet, een rode carpet. Ja. En daaronder zit powdered snow. Ja. Dus moet je even kijken wat er gebeurt. Normaal zou je doodgaan door fall damage. Maar als je een powdered snow op een carpet plaatst, of een carpet op powdered snow geplaatst, moet je even kijken wat er gebeurt. Maar kan ik gewoon springen? Ja. Niet shift inhouden of zo? Nee, niks. Huh? Dan ga je niet dood? Dan heb je geen fall damage. Dus gewoon nul? Gewoon nul. Niks? Echt nul. Huh? Van infinite kan je hoog springen. Wat? Het is ook mooi, zeg maar. Dus dit ziet er echt gewoon clean uit. Je kan gewoon zo hoog als je wil, omdat de powdered snow onder zit, onder dit blokje hier. Oh my days, dit is... Ik zit vast. Help. Ik ga hem even slopen, sorry. Dat is oprecht heel cool. Dat vind ik echt heel cool. Maar waar zijn we beland? Wat is dit ineens allemaal? We zijn nu in het nethergebied beland. Ah, in de onderwereld. Ja, we zijn van helemaal boven naar onder gesprongen. Oké. En hier heb je dus ook allemaal lifehacks. Je bent als goed nog in survival, toch? Ja, ik ben nog in survival. Dan mag je hier Potion of Fire Resistance drinken, want dan gaan we door naar de volgende lifehack hier. Oh jee. Ik heb een Potion of Fire Resistance genomen. En moet je erin springen? Als je er hier inspringt, en als je tegen deze grindstone aan gaat, via de onderkant, en dan shift en spaats tegelijk indrukt, kan je als het goed is, onderdoor. Dan shift en spatie drukken, kan je als het goed is door de lava heen kijken. Oh! Ik had het niet eens door! Het gebeurt gewoon inderdaad! Dat is een goede manier om lava te ontdekken. Voor jullie kijkers thuis, omdat ik nu een Fire Resistance Potion heb genomen, kan ik dus niet doodgaan door het vuur. Maar als ik dan tegen dit ding aanga hierboven en dan... Je hoeft shift niet eens in te houden. Je kan gewoon alleen spatie. En nu kan ik gewoon letterlijk door de lava heen. Kijk, dus stel daar zou nou iets zijn wat ik nodig heb. Dan kan je gewoon inderdaad in de nether heel het lava gebied ontdekken. Dit is echt een goede lifehack. Dit is legit echt weer een lifehack gewoon. Weer gelifehacked. Ik ben gelifehacked. En dan gaan we door naar de laatste... We gaan door naar de laatste. Waarschijnlijk weet je deze al. Ik weet het niet zeker. Oké. Maar je hebt natuurlijk blazes. Daarvoor moet je wel weer even een creative. Oké, prima. Dan ga je misschien dat ik. Ja. Oké. En je weet natuurlijk blazes. Je kan ze schieten met een boog. Je kan ze slaan. Maar je kan ze ook gewoon gooien met een snowball. Maar dat doet toch geen damage in Minecraft? Dan moet jij eens opletten. Oh. Dus als ik gewoon... Maar dit doet dit niet alleen knockback damage en niet Het doet echt best wel veel damage. Het is ook wel logisch, ik bedoel, want zij zijn van vuur en dit is van sneeuw. Maar ik wist niet dat je daar daadwerkelijk gewoon damage deed mee. Ik ben weer gelifehacked. Dan zou je ook gewoon blaze rods moeten krijgen. Ik zag ze droppen net. Ja, wacht, ik ga deze guy killen. Let op. Ja hij dropt een blaze rod. Wat? Dat is een handige manier als je snow hebt en geen goede wapens of zo. Ik ben wederom gelifehacked door dit. Heel veel lifehacks. Heel veel lifehacks. Wat een goede lifehacks allemaal. Nee, oprecht heel leuk. Dit zijn echt dingen... Dit wist ik nog niet. Dit wist ik nog niet. Dan gaan we naar boven. Dit wist ik nog niet. Dit wist ik nog niet. Die wist ik wel. Ik wist heel veel lifehacks nog niet, Julian. Echt, ik ben echt gelifehacked. Dat is goed. Dat is heel mooi. Ik ben echt gelifehacked. Maar enig... Wat is dat?
Ja, kijk, ik wou nog een wolkengebied hier maken, maar daar had ik geen tijd voor. Oh, geen tijd meer voor. Dus dit is gewoon een wolk met een bruggetje ertussen. Ja, klopt, ja. Een beetje decoratie. Ja, dat wordt mij. Ah, ik vind het leuk, ik vind het leuk. We gaan door naar de volgende en kijken wat voor lifehacks er nog meer zijn. Bram, waar zijn we? We zijn weer terug in de silo. We zijn weer terug beland in de silo. Ik heb even met de fabrikant gepraat en even met de technische diensten overlegd. En nou zou de raket nou zou het moeten werken. Oké, okay, laten we even kijken. Hoe ziet hij? Hij ziet er iets minder mooi uit. Ik vond hem net cooler, moet ik zeggen. Okay, en de brug is weg. Ja, maar je moet goed hoger springen. Oké, ik ga heel hoog springen, komt ie. Zo, ik zit. Oké. Ik ben klaar voor vertrek, Brom. Ben je klaar? Ik ben klaar. Stuur me hem naar de maan. Wacht, ik ga weer naar de zon. Wacht. Ja. Ja, oké, het is een nacht. Tel maar 3, af. 2, 1. Ja! Nee. Waarom niet? Waarom doet hij het nou niet? Wat een stroming. Bram, wat heb je nou gedaan? Je raket werkt weer niet. Dit ding hoort gewoon te werken. Wat een rotding. Weet je, we komen later met Bram terug. We gaan rekenen verder. Oké, David, we zijn aangekomen bij jouw huisje. En het ziet er beter uit dan het huisje van de luie boer. Maar de luie boer had wel automatische farms. Dus ik ben benieuwd waarmee jij in petto komt om die automatische farms een beetje te bieten. Ja, dus beter. Dus mijn... welkom in mijn mooie huis. Oké. Ja. Mag ik naar binnen? Ja hoor, natuurlijk. Oké. We zijn in de gang beland. Ziet er goed uit. Witte vloer, donkere muren. We gaan eerst naar links. We gaan eerst naar links. De mooie tv. De mooie tv. De wc. Dit is geen tv. Wc. Ik weet niet wat voor tv jij hebt. Oké, dit ziet er al leuk uit. Dit is gewoon een wasbakje met een kraan. Dan heb je hier nog een beetje water, zodat je wel gewoon kan doorspoelen. Ja, oké. Handig inderdaad. En het is een goed toilet. Ziet er cool uit. Dan kom je hier weer uit. Ja. Heb je hier links? De tv. Oh nee. Oh, dit is cool. Dit is een. Dit ziet er cool uit. Die stokjes op de grond ook. Heel leuk. Het gras wordt afgeschermd door alle steentjes die hier liggen. Oh, zodat het vuur niet. Dat is leuk. Dit ziet er leuk uit. Dit op de grond vooral. Dit vind ik heel cool. Het ziet er echt heel mooi uit. Mooi dakje. Oh, dit zijn die. Hoe heet die blokken ook weer? Mangrove roots zijn dit. Gaaf, man. Dit vind ik leuk. Dit is gewoon een kampvuurtje. Cool. Ja, dan gaan we weer verder. Ja. Heb je hier rechts eerst? Rechts eerst. Mooi klein ruimte waar je deze kan aquariumpje. Kijken. Leuke bulthek zijn dit weer allemaal. Mooie dingetjes. Klein simpel kamertje. Mm-hmm. Hier, de open haard. De open haard. Dat is... en nog mooie kussentjes. En mooie kussentjes in de hoek inderdaad natuurlijk. Hier, het prachtwerk. Ja, het prachtwerk. Je wil niet steeds zelf met een aansteker... Dat is zo primitief, weet je? Dat je met de flint en steel telkens gewoon dit vuur aan moet. Dat ben ik zat in mijn survival. Echt ouderwets inderdaad. Hier een knop. Oh, mag ik erop klikken? Dan gaat het vuur aan. Gaat hij ook weer uit? Nee. Moet ik gewoon slaan, zo. Ja, maar dit is cool. Dit is oprecht heel cool. Zit er een flint en steel in of zo? Ja, hier achter is een... Dit is een, hoe heet dat ding? Cool, man. Flint en steel. Dispenser, gaaf. En dan zet je hem gewoon elke keer aan. Dan kan je je open haartje aan en uitzetten. Ja. Heel leuk. Ziet er goed uit. Ik hou hem lekker aan. Ga naar boven. Hierboven. Ja. Je hebt eerst mooie pakjes. Mm-hmm. Dan kom je hier. Ja. Heb je hier kleine mooie decoraties voor de muur. Leuk. Ja. Hier rechts. Ik ben nog steeds benieuwd naar de tv. Ja. Komt er een tv? Wellicht. Wellicht, oké. Dit is het bed. Zie ik al, de slaapkamer. Die kussens zijn leuk. Ja, heb je mooie kussentjes van je ogen. Dus een soort verlengd groot kussen dit. Dit ziet er goed uit. Leuk met die trapdoors ook zo gebruikt dat je zo leuk bed kan bouwen. Mhm. En lekker kleedje, zodat je... Lekker kleedje voor je voeten. Mm-hmm. En dan hier komen we. De tv, dit is een kleine wachtruimte. Maar hier. Nog steeds geen tv. Nog steeds geen. Wat is dit dan? Kijk, een hier, inloopkast. Een inloop. Het wordt een inloopkast. Hier. Ja? Je hebt hier de pakjes aan. Ja? Als je hier achter dit pakje loopt. Ja? Ja, zie maar, dan heb je hem gelijk aan. Oh mijn god, dat is cool. Dan kan je gewoon je favoriete outfit ophangen. Maar dan moet je er een dubbel hebben. En als je dan erachter gaat staan, dan trek je automatisch je favoriete outfit aan. Oh, dat is leuk, gast. Dus dan kan ik gewoon een soort van daadwerkelijke inloopkast. Ja. En dan kan ik hem ook weer uitdoen. Zo, en dan kan ik hem zeker wel weer terugstoppen. Ja, je moet hem wel weer terugstoppen. Maar dat is wel heel moeilijk. Maar het ziet er leuk uit. Dat maakt niet uit. Ik zal hem later wel terug. Kan ik mijn kast weer dicht doen, dan heb ik mijn favoriete kleding gewoon aan. Dat vind ik leuk. Dit vind ik leuk. En dan nu. En dan nu. Het moment waarop we hebben gewacht. Het moment waar ik op heb gewacht. Is het de tv? Het einde. Dit was mijn huis. Oh. Dat is niet eens de tv. Nee, je was foutje. Was,
Ik vind het leuk. Je hebt leuke build hacks, zijn het, deze. Want we doen natuurlijk life hacks, build hacks en cheats en weet ik wat allemaal wat je kan vinden in Minecraft. Maar dit zijn leuke build hacks. Ik vind vooral deze leuk. Nooit over nagedacht dat dit gewoon een way was om je open haardje aan te kunnen doen. Je gewoon zo, bloep. Volgens mij is het ook heel simpel om te bouwen. Ja, je hebt 4 redstone nodig en wat blokken. Nou, dat zit dus gewoon. Nou, leuk. Ziet er leuk uit. Goed, we gaan nog steeds geen cijfers geven, maar het is wel heel leuk gedaan. Ik ben er tevreden mee. Oké? Ja. Nou, dan gaan we door naar de volgende. Cupcake, ik moet zeggen, je ziet er goed uit. Je lijkt een beetje op me, alleen dan boos. Met rood gezicht een beetje. Oh. Alsof je verbrand bent, lijkt je een beetje. Nou, bedankt. Heb je wel eens, hè? Maar waar zijn we beland? Wat ja, is dit? Je moet niet op het huisje letten. Dat is wel de bedoeling, maar maakt niet uit. Oh. Dat kan gebeuren. Ik ga zo proberen niet op het huisje te letten. Ja. Oké, waar zijn we? Bij een huis. Duidelijk, we zijn bij een huis. Mag ik naar binnen? Ja, doe maar. Zal ik gewoon zelf rondlopen of krijg ik een uitleg? Je mag zelf bepalen. Mag zelf bepalen, dan gaan we lekker rondlopen. Dit is... Wat is dit? Dit ziet er cool uit. Een raam. Wow, maar dan gewoon met heel veel decoratie. Ja, klopt. Ah, cool. Leuk dat je de lecterns gebruikt. Dit is zo'n build hack, is dit een beetje. Ja, dat je lecterns kan gebruiken om allemaal build hacks hier. Oké, cool. Goed om te weten. Dan kom je binnen, dan is dit denk ik een lamp. Oh. Ja, klopt. Dit is best wel cool zelfs. Vooral omdat je het hoofd van de skeleton naar de muur doet, kan je die ook gewoon niet zien. Ja, klopt. Waardoor het op een lamp lijkt. Ah, op een moderne lamp. Dit is echt heel cool. Dit vind ik serieus een goeie. Je kan hem ook zeker op een laag niveau maken. Dus ik hem even testen hoor. Dus ik hem zeker zo doe. Ja. Oké, dan heb je een klein lampje. Kan ook. Wow, dat is oprecht heel cool. Goeie life hack. Of een build hack in dit geval. Wat hebben we hier nog meer? We hebben hier een lamp aan... Oh, wat is dat? Een luchtballonnetje? Of... Een lamp. Gewoon een lamp. Ja, maar je hebt geen plafond dus. Nee, dat... Maar ik moet even een plafond inbeelden zeker. Ja. Ah, oké, tof. Dat ziet het er leuk uit. Leuk lampje. Hetzelfde hier. Dit is basically een lamp die ik in mijn echte huis, in het echte leven, ook aan mijn plafond heb hangen. Gewoon van die verschillende hoogte lampen. Oh. Aan de keukentafel, gok ik. Ja, ja. Met bordjes aan tafel en zo ziet er leuk uit. Dan hebben we hier een lectern met erin abonneren op... Dat heeft Bram gedaan. Dat geacht even hoor. Zo, we hebben hem even aangepast. Nu staat er gewoon normaal abonneren behandeld. Dat is beter. met leuk gewoon zo met dat het afgesloten is ook volgens dit, weet je. Waardoor je de lectern zelf niet ziet, maar alleen een boekje. Ja, ja. Dan hier een soort barretje, denk ik. Ja, als je bijvoorbeeld eens aan het koken bent, dan kan je het hier doorgeven, weet je. Oh, leuk. Leuk. Leuk met een bloemetje en zo. Hier hetzelfde. Oh, is dit een... Lijkt op een... Ik durf geen gok te maken. Is het de piano? Ja. Oh, het is een piano. Nice, dan had ik het goed. Oh, dat is leuk. Leuke dinges. En het boekje is natuurlijk dat je om kan slaan om je noten te... Dat je gewoon ziet wat je speelt en zo. Ja, klopt. Cool, een beetje een ouderwetse houten piano. Leuk, ja. Man. Maar er staat geen tekst in. Maar dan maak ik... Wacht, ik doe wel gewoon even een noot erin. Met één noot in. Welke noot? Wel noot. Zo, hoppakee. Oh, ja, dacht ik al. Dan gaan we door naar de keuken. Wow, wow, dit is cool. Dit is een, dit is je gasfornuis. En dit, ja, balkje, klopt. Is een lampje of is het een kabel? Of een, wat is het? Een lampje, toch? Nou, dat weet ik zelf ook nog niet precies. Oh, maar het ziet er wel gewoon leuk uit. En dan gaan ze, als ze aanstaan, dan zijn ze al helemaal lekker te branden, die smokers. Komt er ook rook uit en zo. Ja. Dan hier kaarsjes gewoon. Leuk, man. En wat is dit? Ja, dat was nog niet af. Oh, dat was nog niet af. Maar ja, weet je, ik plaats wel iets voor je. Oh. Hier een bed. Zo, kijk, dan heb je op zijn minst een slaapkamer. Leuk, man. Dit zijn gewoon leuke bouwhacks. Dus jongen, als jij ooit nog een keer iets nodig hebt in je huis qua inrichting, ik weet het allemaal niet zo goed, kan je altijd een piano bouwen hier. Je kan altijd zo'n mooi groot keukenmuurtje bouwen. Je kan een leuke lamp hier zo neerzetten, maar zorg er wel voor dat de skeleton dus tegen de muur aanstaat. Anders lijkt het niet echt op een lamp, denk ik. Ik bedoel, als je hem gewoon zo zou bouwen, zoals dit, dan is het meer gewoon een skeletonhoofd op een paal, weet je. Maar omdat je dat gezicht niet ziet. Deze vind ik echt leuk. Ik denk dat dit je leukste lifehack vindt. Gewoon hoe simpel die ook is, vind ik dit de beste build hack daadwerkelijk. De andere, de piano trouwens ook. Maar vooral deze. Ik weet niet, deze is gewoon echt helemaal nieuw voor mij. Die vind ik echt heel leuk. En de lampjes aan het plafond en zo, ziet er goed uit. Kijk, buiten is verder denk ik niks, hè? Nee. En dit is een leuk detail die je aan de buitenkant van je huis kan plaatsen. Gewoon als een soort raam, overdreven gedetailleerd raamkozijn. Ja. Is het echt heel mooi. Ja, dat ziet er goed uit. Leuk gedaan, Cupcake. Dankjewel. Heel leuk gedaan. Nou, dan gaan wij nu door naar de volgende. En dat is Bram. En we gaan kijken of Brams raket eindelijk een keer op kan stijgen. Bram, daar zijn we weer. Voor de derde keer. Waar zijn we? Ik heb even met Elon Musk overlegd. Oh, ja. Om de raket wel te laten werken. Dus oké. Okay. Ik loop met je mee, waar zijn we? Wow, hij is nog lelijker geworden! Hoe kon hij nou nog lelijker zijn geworden? Hij is een stuk compacter geworden. Je hebt nog steeds de brug niet gemaakt. Je hebt zoveel tijd om een brug te bouwen. Oh, je bouwt hem nu echt letterlijk hier voor me. Nou, niet eens recht. Oh, dat vind ik leuk. Wat moet ik nu doen? Moet ik gewoon hierop staan? Ja, ja, niet op de slime. Ik moet zeggen, de veiligheid is echt aanzienlijk naar beneden gegaan. Ik had eerst een glazen kubus waar ik in zat. Toen een los bootje en nu sta ik er gewoon op. Oké, maar
Is er ooit een walnut op de maan geweest? Nou, maar nu stuur je me nog steeds naar de zon. Is er ooit een walnut op de maan geweest? Nee, nog steeds niet. Maar ik ben mijn vlag vergeten, wacht. Gast. Nou, maar ja, weet je, ik ben er, dat is goed genoeg. 3, 2, 1, stuur me de lucht. Oh, ik stuitte Bram. Het is een stuit. Het is een stuiterraket. Maar we gaan eindelijk naar de maan. Ja! Jongens, hij werkt! Hij werkt, Bram, je raket! Ook al stuiter ik alle kanten op. Ja, maakt niet uit. Ik heb het slijmblok staan. Wacht, ik kan ook gewoon hier staan. Dan werkt hij misschien beter. Ja, kijk, dan werkt hij beter. Bram, ik ben trots op je. Je hebt een life hack gemaakt. Een manier hoe je naar boven kan. En waarschijnlijk niet meer veilig naar beneden. Hé, dat ben ik. Ja, dat maar dat kan maakt wel. Niet uit. Nee, luister. Dat kan hij ook uit? Leuke, dat is ook het leuke aan mijn life hack, hè, Max. Nou? Deze raket is... Even wachten. Kan hij uit? Oh, hij is uit. Oh. En hij kan, ook weer naar beneden. Dit is echt de Elon Musk raket. Precies. Hij kan weer naar beneden. Ja, ik heb het Elon Musk overlegd, hè. Dat zeg ik toch ook. Wacht, weet je, ik wil wel sneller zijn. Ik zie hem vanzelf al naar beneden vallen. Kijk, daar gaat ie. Hij heeft gewoon een soort reverse knop. Ja. Leuk gedaan, Bram. Ik vind het leuk. Je raket na 3 pogingen werkt hij eindelijk. Kijk, weet je wat het is? Succes bereik je niet in de eerste poging. Ook nee, in dat de klopt. Tweede. Maar hoe gaat de landing zijn? Ik ben wel benieuwd, hoe is de landing? Subtiel. Hoe gaat de landing zijn? Subtiel. Nou, hij is lelijk, maar hij werkt wel. Hij is mooi. Nou, laten wij doorgaan naar de ene laatste life hack. Oké, we staan hier nu bij René haar bos. En jemig, wat is het druk hier. Er is echt van alles gebouwd. René, ik ben blij dat je meedoet. Je hebt geen microfoon, je kan niet praten, maar geen zorgen. Ik heb een tolk voor je ingehuurd. Rick, hey. Kom maar. Hallo, jij mag namens René vertellen wat zij hier allemaal gebouwd heeft, wat zij hier allemaal heeft gedaan. En jij bent de tolk, dus ik noem jou nu ook gewoon René. René, wat heb je allemaal gemaakt? Ik heb welkom bij de picknick die ik heb geregeld. Oh, ze heeft een boekje voor je geschreven. Ja. Welkom bij de picknick die ik voor ons tweetjes heb geregeld. Oh, we hebben een picknick. En voor Rick de narrator. Ik kom erbij staan. Oh ja, sorry. Ik heb een paar leuke beeldhacks gemaakt om ons plekje in het bos nog mooier te maken. Oh, oké, dit is de eerste blijkbaar. Oh, dit is de picknickmand. Ik zie het nu al. Hij gaat ook open als een picknickmand. Even kijken. Hierbij hoort natuurlijk een picknick. En zonder taart is die er niet. Oh, die zit erin. Ik heb een mandje meegenomen met allemaal lekkere hapjes. Ook voor de kat. Ook voor de kat. Of course is er een kat bij. Dit is de mand. Oh, dit is leuk, omdat hij ook op die manier opent, dat je hem zo op kan pakken als een picknickmandje, weet je? Deze zit vol, want deze niet. Ah, hij is al een beetje... Dit heeft de katten opgegeten. Leuk, man. Dit ziet er goed uit. Leuke en een taart zie je, daar neem ik een hapje van. Oh, we gaan door, sorry. We gaan door. Even kijken. Ga jij hier maar lekker zitten samen met René. Ik ga tegenover René, ja. En voor het avondeten heb ik een varken gevangen. Die is klaar om op het speciale kampvuur te gaan liggen. Je hebt een varken gevangen? Ja, dat is best wel sneu. Maar hij zit ook echt ondersteboven, omdat hij dinnerboon heet. En hij zit aan een touwtje vast, dus hij kan ook geen kant op. Je hebt hem ook echt ondersteboven neergelegd. Wat zielig, dat er niet een appel in zijn mond. Maar dit is hetzelfde als wat David net heeft gedaan. Dit vind ik zo cool. Dit zijn gewoon van die stenen die je kampvuur beschermt. Dit vind ik zo een mooie lifehack, dit. Dat zijn volgens mij iron helmets, dit. Of niet? Klopt dat? Ja. Wat leuk. René, wat gaan we nu doen? Want we hebben lekker bij het vuur, we hebben het varken opgegeten. Oké, dus aangezien we dit varken toch niet gaan eten, heb ik een barbecue gemaakt met vlees wat al geslacht was. Oh, dat is niet minder zielig natuurlijk, hebben we het niet gezien. Even kijken, kijk. Oh, dit is een barbecue! Een barbecue met vlees. Oh, wat cool. Dit is gewoon een coole barbecue. Gaaf, man. Leuk. Met dat dingetje omhoog en zo en het rook dat eruit komt. De rails erop, dat zeker ook vlees dat erop ligt. Ah, oh, dat is gewoon nog rauw vlees wat lekker aan het bakken is. Wat is het dan? Wat? Oh, dat zijn de kolen! Oh, dat zijn de rode kolen, dat kan ook. Denk dat zijn de rode kolen. Ja, dat zijn de kolen. Ah, wat is het volgende? Want we hebben nu het vlees op. Oké, René, deze moet toetimen. Ik zeg het iemand gelijk te doen, oké? Oh mijn god, kijk die schattige vogeltjes toch eens. René, wat is de stem veranderd? Ze hebben een klein huisje met een nestje. En ze hebben een eitje gelegd. Hebben ze een eitje? Oh, ze hebben echt een eitje gelegd. En hij is ook blauw, net zoals hun. Het eitje matcht met hun kleur. Oh, dit is echt cool. Dit is gewoon een vogelnestje. Dit heb jij in Content Veen ook eerder gebouwd. Dit vind ik echt heel cool, jongens. Gewoon een vogelnestje met een eitje erin. Oprecht, het enige wat nog veranderen moet, René, is dat je een onzichtbare itemframe hebt. Wacht. Ik heb daar een itempack voor, jongens. Geen zorgen, wacht. Kijk, ik heb een pack ervoor en nu is hij onzichtbaar. Nu is hij helemaal perfect. Nu hebben ze daadwerkelijk een eitje gelegd in een onzichtbaar nestje. Dit is zo cool. Dit vind ik zo leuk. Ziet er goed uit, René. Leuke vogeltjes.
Maar nu moeten we naar huis, want ik krijg last van hooikoorts. Door al die groene pollen die door de lucht zweven. Ik zie geen groene pollen. Hier, oh. Nee, ik zie geen pollen. Hier. Nee, wacht. Ik zie geen pollen. Ik zie niks. Oh, daar is er één. Eentje. Ja. Maar we moeten snel naar huis, René, want de pollen... Oh nee, ik zie ze. Hooikoorts, achoo. Wat gaan we doen? Waar gaan we heen? We rennen hierheen, Rick. Ja, dit was mijn boekje. Dit was het boekje? Wat is dit dan? Of staat dit er niet in, René? Nee, hier houdt het op. Oh, hier houdt het op. Wat is dit dan? Dit is... Improviseren, Rick. Honing. Dit is honing, kijk. Met een honingflesje. Mm-hmm. Dit is ook honing, want hier zit... Honingopslag! Oh, dit is leuk. Dit lijkt alsof we gewoon in een bakje allemaal honing is ingevuld, zodat het helemaal vol zit. Klopt dat, René? Ja, ze zegt ja. Dit is leuk. Dit is een leuke life. Heb je nou een keer een honingopslag? Kan je dit oprecht gebruiken, want dit blok... Het is gewoon letterlijk een normaal honingblok. Maar omdat het ingebouwd zit in trapdoors, lijkt het net alsof het gewoon helemaal gevuld is met honing. Heel leuk. Leuk gebouwd, René. Leuk verhaaltje erbij. Je hebt gewoon letterlijk echt een storyline heb je gecreëerd. We hebben lekker een picknick gehad. De taart is bijna op. We hebben een kat. Dit vind ik nog steeds heel leuk. En ik vind de vogeltjes gewoon echt geniaal. Gewoon met het eitje erin. Die twee vogeltjes die matchen met de kleur van het eitje. Dit is een leuke... Leuke life hacks, René. Of build hacks, kan ik het beter noemen. En leuk generate, Rick. Dankjewel. Er zijn nog dankjewel trouwens. Oh, er zijn nog dankjewel. Oké, top. Dankjewel, dankjewel. Zeg maar alsjeblieft tegen me. Alsjeblieft. Nou, dan gaan wij door naar de allerlaatste life hack of build hacks. Of we laten ons verrassen. Riccio, jij bent de laatste. Dus je moet me echt helemaal wowen. Anders ben ik heel teruggesteld. Nee, dat is niet waar trouwens. Waar zijn we? Het ziet er... Leuk uit. Heel ingewikkeld ziet het eruit. Nou, zo ingewikkeld is het gelukkig niet. Dit is mijn hele moderne, niet... Ja, gewoon een hele moderne huis. Nog een keer. Zullen we het zo zeggen? Ja. En je hebt wel altijd wel zo'n dagen dat je in zo'n survivalwereld zit. Ja. En dan zit je in je huis en dan denk je echt van... Ik heb echt helemaal niks te doen. Maar ook echt helemaal niks. Ja, dat heb je soms wel eens inderdaad. Nou, in dit huis heb je heel veel te doen. Hier heb je altijd al wat te doen in dit huis. Hier heb je wel heel wat te doen, Oké, nou, laat het zien. Ik ga het zeker laten zien. Dat was ik ook zeker van plan. Kom maar mee. Wat? Dit is gewoon een... Wow, dit is cool. Je hebt gewoon een trap die altijd naar je luistert. Dit vind ik oprecht echt heel cool gedaan. Het is gewoon een trap die alleen open gaat als jij erheen gaat. Dat komt door die strings. Ja. En weet je wat het is? Je hebt geluk. Oh. Ik heb een invisible string texture. Dus nu zie ik die strings ook niet meer. Dus nu is het gewoon al helemaal fancy. Hoe cool is dat? Heel cool. Heel. Oké, top. En natuurlijk, het is een beetje kapot. Huh? Maar je moet eigenlijk... Hij scant hier je oog. Ja. Maar het is een beetje kapot, dus... Maar het maakt niet uit. Ik heb... Dan zou die eigenlijk open gaan, maar hij is... Hij is kapot, maakt niet uit. We gaan naar binnen. Hij is kapot. Waar zijn hier we hebben we dan. Ja. Mijn hele mooie woonkamer. We hebben hier, ik heb hier de Enderdragon verslagen. Ja, met deze staf. Wow, dit is... Hoe heb je dit gedaan? Hij heeft een staf in zijn mond. Gewoon letterlijk een toverstok. Wow. Of gewoon een staf inderdaad zelfs. Wauw, en hij heeft hem in zijn mond. Dit is heel cool. Dit ziet er echt heel cool uit. Ja, ja. Goeie lifehack. Als je bijvoorbeeld heel erg verveelt... Ja? Dan wil je wel soms, dan wil je soms dansen, toch? Dan wil je soms... Dan soms is het wel zo'n vibe dat je even wil dansen. Ja, precies. Nou, dat kunnen we hier precies doen. Oké. Okay. Wow! Hij gaat heel snel. Ik word duizelig. Maar het ziet er heel cool uit. Dat is in... Het is alleen geen muziek. Nee, maar we kunnen dansen, weet je. Sommige mensen kunnen hierop dansen. Ik weet niet wat voor muziek dit zou moeten zijn, maar... Uh-oh. Oh, het gaat sneller. Oh jee, wat heb je gedaan? Wat heb je gedaan? Oh, hij is uit. Ja, kijk, hij is uit. Oh, dat is wel een leuke dansvloer, gezellig. En soms wil je ook lekker boos schieten. Dat kan ook hier, weet je. Gewoon schieten. En dan... Oh, dit is cool. Mag ik echt schieten? En boos is kruisboog schieten, maar maakt niet uit. Wat gebeurt er als ik hem raak? Helemaal niks. Maakt niet uit, dat was heel cool. Ik vond het leuk. Ik verveelde me, maar toen niet meer. Weet je, daar kwam nee, het op neer. Nee, dat snap ik. Maar toen niet meer. En dit ziet er cool uit. Dit zijn gewoon pijlen die zijn opgehangen, of niet? Ja. Cool. En soms heb je geluk een dag. Dan heb je heel soms, veel geluk. Soms heb ik wel eens inderdaad geluk, weet je, dan ook wakker en denk ik, wow, ik heb echt geluk vandaag. Ja, dat dacht ik al. Kan je hier je geluk uittesten? Kan ik hier mijn geluk uittesten? 1 diamond jackpot. Het is een jackpot. Hier, ik heb wel diamonds voor je. Het kost 1 diamond en dan... Moet je hem hierboven... Eentje indoen? Oh, ja, eentje gewoon. In de dropper. En dan op de handle klikken? En dan, ja. Oké. En dan nog een keer. Oh! Waarom? Er gebeurt niks. Ik heb de jackpot niet gewonnen.
Ja, oh, kijk. Oh. En dan win je een netherite. Dus dan kan je een diamond inruilen voor een netherite. Dus dan kan ik er... Maar dan heb ik ook 53 diamonds teruggekregen. Dus ik heb helemaal geluk. Ik heb extreem veel geluk. Ik heb 1 diamond ingeruild voor 52 of weet ik voor wat. Plus een netherite ingot. Ik ga dit vaker doen. Dit is een goede machine. Dat deze wil ik thuis hebben. Waar kan ik hem bestellen? Je kan hem zelf maken. Je kan hem zelf maken. Goeie build hack. Life hack. Leuk. Ja, Oké, wat heb je nog meer? Hierboven... Dit wordt leuk. Dit is de crème de la crème? Misschien. Oké, wat is dit? Mijn vliegtuig. Oh, no way, werkt dit? Dit gaat zoveel cooler zijn dan Brams Dat hoop raket. Ik. Ik hoop dat het werkt. Is ik dit heb een vliegtuig? Het niet uitgetest. Oh, ik kan in de minecart. Ja? No way. Dan, ik hoop dat het werkt. Oh mijn god, oké. Ja, kijk. Oh, wat? Ik heb gewoon een vliegtuig. Dit is zoveel cooler dan een raket van Bram. Sorry Bram. Ik kan er vliegen. Dit is zo cool. Ik heb een netherite en ik heb een diamond. Wat? Dit is zo cool gedaan. Een vliegtuig. Het lijkt een beetje op een soort Star Wars vliegtuig. Dit is oprecht heel cool. Ik ben echt heel blij hiermee. Ik weet niet waar ik heen ga, maar ik vind het leuk. Ik heb een flauw idee. Ik hoop dat daar wat is voor. Kan deze wel terug of heeft deze een return functie? Nee, wacht. Oh, dat niet. Dat niet? Oh, ik laat een stuk van mijn vliegtuig achter. Nee, dat kan niet. Nee, mijn linker achtervleugel. Nee, het ziet er leuk uit. Weet je, laten we maar gewoon... ik zit er in survival. Weet je, de raket die gaat, of de vliegtuig gaat zijn gang. Die zien we denk ik nooit meer terug. Dit was een goede lifehack. Ik ben erg gelifehacked hier in jouw huis. Is er nog meer? Of? Nee, dat was het jammer genoeg. Maar het was een hele goede lifehack. Ik was echt tevreden. Ik ben echt heel blij met gewoon... vooral de laatste. Dat was echt even een vuurpijl. Hoe noem je dat? Klapper op de vuur? Mooi, was echt leuk. Vond ik leuk. Ik vond het er goed uitzien. Enige is dat je huisje is wel echt extreem lelijk. Maar ja, dat heb je soms wel eens. Vooral van buiten. Hij doet het niet. Als het goed is... Ik zit in een game als creative. Oh, dat moet in survival zitten. Oogscannen. Oh, als je oogscant gaat hij inderdaad open. Wow. Dat is echt heel cool. Cool gedaan. Dan ga ik met het trappetje weer naar beneden zo. Leuk gedaan. Hoe werkt die oogscanner? Ik heb geen flauw idee eigenlijk. Ik heb hem gewoon gekocht bij AliExpress. Oh, nou, helemaal top, jongens. Laten we gaan naar de prijsuitreiking. Oké, jongens. Welkom bij de prijsuitreiking. We hebben 2 maal verloren. Creeper en David. Die kon helaas niet bij de prijsuitreiking zijn. Die moesten gelijk gaan naar hun prachtige lifehack gebouwtjes. Dus om die reden zullen zij verliezen. Doen we hier. Ik denk dat dit de goede volgorde is. Hier doen we David. Zo, kijk, om die reden, en het heeft echt willekeurig gewoon, hebben ze verloren omdat ze gewoon niet bij de prijsuitreiking konden zijn, oké? Jongens, wie vonden jullie na hun het slecht? Jullie mogen een beetje jij, Cupcake? Vond jij jezelf het slecht? Dat vind ik stom. Nou, dan mag je over... Je past wel bij rood, dat vind ik prima. Ga maar bij rood staan. Mag je op de rode staan? Zo, wie... Wat doe je? Niks. Wie vonden jullie daarna slecht? Wat zitten jullie elkaar te slaan? Jullie zijn allemaal gemeen. Jullie zitten allemaal elkaar te slaan. Oké, dan ga ik het beslissen. Ik denk dan, omdat het om lifehacks ging en bouwhacks. Maar jullie waren allemaal wel goed. Bram, ja, trouwens jij, Bram. Sowieso. Jij sowieso, Bram. Deze hadden echt veel dingen. Deze 4 hadden allemaal echt best wel veel dingen. Daarna... Denk ik, Ricio, dat jij daarna kwam. Omdat jij ook met je coole... Ik denk echt puur door je coole ding. Die was echt oprecht lijp. Maar deze hadden zoveel verschillende lifehacks allemaal. Of build hacks en lifehacks. Dat was gewoon niet te toppen. Dan, daarna. Daar gaan we even kijken. Denk ik dat... René had allemaal build hacks. Julian had een combinatie van... Of nee, hij had alleen maar lifehacks, toch? Van allemaal Julian? Heel veel. Ja, van Julian van allemaal. Het is moeilijk. Weet je, dan doen we het. René op 3, omdat jij alleen maar... Nou, ga je nou zielig zijn? En dan denk ik Rick op 2 en Julian op 1. Ja, Julian heeft mij het meest gewowd. Dat ik echt dacht van, ik wist niet eens dat het bestond in Minecraft. Dat waren de... Story, jij had mooie build hacks samen met René. Jij hebt eigenlijk een gedeelte plek met René, denk ik. Dus dat doen we zo. Maar en dan zo. Beter. Ik denk dat jij... Want jullie hebben basically hetzelfde. Jullie hadden gewoon allebei een leuk verhaaltje. Allebei een leuk... Nou, trouwens, René had nog een beter verhaal dan jij, Rick. Dus jij op 3 en René op 2. Nee, René had een boek. René had een verhaal en René en ik deden wat samen. Wij deden ook samen. Wij gingen samen mijn huis bekijken. Hé, hey Bram, ga je weg? Oh, sorry, niet we gaan samen. Ja, samen. Ja, jullie hebben samen, prima, dat vind ik goed. Jullie hebben echt, omdat zeg maar, die van jullie kan ik ook wel met elkaar vergelijken. Maar Julian had zo vaak bij mij dat ik echt dacht van... Wauw, weet je, ik wist niet dat het ineens in Minecraft zat. Gewoon bij elke ding dat hij liet zien, dacht ik echt van wow, dat is gewoon echt een lifehack. Dus dankjewel jongens, jullie hebben zo te zien alles gesloopt hier, maar dat maakt niet uit.
Dank jullie wel voor het kijken in deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ben je het eens met deze prijzenstrijd? Oh ja, Julian, wat win je? Je wint een auto. Ja, je kan hem kopen bij de dinges met je eigen geld. Ja, yeah, oké. Okay. Jongens, dank jullie wel voor het kijken. Laat maar even weten of jullie het eens zijn met deze prijzenstrijking. Willen jullie het anders zien? Laat het dan ook even weten. Vergeet zeker niet te liken. Abonneer ook even. Kijk lekker deze video, want dit is letterlijk hetzelfde concept, maar dan met geheime bunkers. Toen moest ik inbreken in mensen hun geheime bunkers. Dus ben je nou benieuwd? Kijk dan deze eventjes. En dan nu spreek je later. Glaasje water, tot 4 flesje bier. Tot de volgende keer. Yeah!